KKB is klaar. We kunnen naar de Final Boss. Nee. Nou, doe dat niet. Anders is deze genoeg te doen. We gaan Heat Ellie doen. Wat is Heat Ellie? Als ik mag doen. Oké, deze eindbaas is echt te gek. Hij is alleen zo moeilijk. Want je hebt echt de gekste bewegingen gekregen. Oké, wat gebeurt er nu? Aardverschuiving? Nee, ik wil geen aardverschuiving. Wacht, ik hoor iets. Dat ding wil ons aanvallen. We worden dan hoofd aangevallen. In de vorige deden we een hand. Gewoon. In de vorige wereld deden we een hand. Nu hebben we de kop op onze kop. Lekker handig voor die boodschapspelling. Maar daar ben ik niet geïnteresseerd. Leven erbij. En als we goed en wel. Oké, mijn broer deed je de vorige keer toen hij dit deed. Echt eindeloos op. Hij is wel zeker 8 keer dood gegaan. Zo moeilijk vond hij het volgens mij. Ja, moeilijk. Want ik denk dat hij het echt bepaald makkelijk vindt als je een paar keer dood gaat. Huh? Was het boos? Oké, als ik geraakt word door het hoofd, begin ik net als bij de auto en de beer wordt tegen de kop gegooid. Dat zeg ik even. Wat gebeurt er dan als je voor de camera als een onheilspellende gek gaat staan? Oh, hij is echt dicht bij me. Dat heb ik ook niet gemerkt. Oh my god. Oké, een beetje opschieten alsjeblieft. Dat doet echt enger. Hoe kan een omgebogen hoofd springen? Hoe kan dat? Kapoor, ik schiet gewoon tegen het hoofd aan. Oké, hier is het einde ergens. Hier, op dit plekje landt het hoofd, zie je? En gestopt. En wie hebben we hier? Wat een kans. Nu kom ik kap met de stil. Wat skulle du säga om att ha en liten tävling? Du och jag. Om du kan slå alla mina rekord på det här stället så ska jag ge dig något riktigt värdefullt. Oké, Kalle? Förresten, lycka till! Det behöver du för att kunna slå mina rekord. Ga je heen? Nee, kom terug. Je hebt toch een heleboel te goed. Oké, dit is tijd. Voor? Nee, niet de Final Boss. Nee, we gaan gewoon lekker lang niet de Final Boss doen. Nog lang niet. En nu moeten we alle levels overnieuw doen voor een tijduitdaging. Dan ga ik even als eerste deze doen. Ik begin bij wereld 4 en ga vandaan, vandaar naar wereld 3 enzovoort. Oké, dan is het altijd vrij blijkbaar makkelijker. Dat beweren ze. Oké. In het begin bij time dingen ben je altijd eventjes onverslaanbaar. Als je die dozen krijgt, dan krijg je blauwe sterren krijgt. Nee, dan krijg je tijd erbij. Dat is dan zo makkelijk. Ja, dat maakt het makkelijk, maar je moet niet blijven laten van zo te denken, er zijn er zoveel, want er zijn er amper van die dingen. Moet je maar bij elkaar optellen hoeveel er in het echt bij jou waren. Tel maar, dit is mijn tweede in dit level. Beetje op gang blijven, hè? Want trouwens, als je dan doodgaat en bij het blokje begin je bij de tijd waarin je dood bent gegaan, dus je krijgt geen vergoeding. Omdat je dat bent gegaan, zou ik maar zeggen.
Daar moet je heel goed op letten. En daarom wil ik straks bij het ene plekje waar ik zo voor dood ging de vorige keer. Het is ergens volgens mij hierna. Wil ik even goed oppassen. Oh nee, nog veel verder. Oké, hier. Oh, toch niet. Toch weer verder. Toch weer verder. Oké, hoppakee. Super ijsstorm. Oké, hier. Hier. De plek van de rampen. Niet de lampen, maar de rampen. Misschien zei ik dat verkeerd, maar de rampen. Oké, tot nu toe gaat het goed. Tot nu toe gaat het goed. Oké, zo lang heb ik het tot nu toe al. Ik heb beeld in de... Kijk, hier zie je een voorbeeld. Oh, nee! Nee, toch! Echt, tijd is geld, letterlijk. Want ik heb hiervoor geld gekocht. Ja, ik. Dus ik wil het ook even uitkrijgen. Oké. Ja, je moet ook letten op je levens. Dat is dan niet weg of zo. Goed, even snelheid. Finish. Well done! Ben je gestopt? Ja, dat is dit level. Ik moet even wachten tot het ding is uitgewerkt. Goed, eindelijk. En nu het level hieronder. Hoe laat is het eigenlijk? Oh, totaal niet geschikt om het nu even te doen. Nou ja, ik moet hem even doen. Ik zal zelf een pauze kunnen nemen in deze ding. Maar daarvoor ga ik het niet expres even langzaam doen. Nee. Hoort me minder tijd verzekerd als hiervoor, dus dit moet sneller zelfs kunnen. Nou. Dit of ik hier gewoon 10 seconden over gedaan heb, hè? Grof, wat zijn ze hier grof, hè? Niet doodgaan. Wow, dit gaat echt goed. Dat moet je toegeven dat het echt goed gaat. Goed, het trucje sowieso is wat ik nu doe de hele tijd alleen maar de knop naar voren in het gedrukt houden. Nou, dan ben je sowieso altijd sneller. Ik ga daar echt niet even voor in leven. Zo. Wow, ze zijn zelfs te traag om het volgende huisland te kunnen hebben. Springen, hoe lang duurt het spannend? Weet ik veel, ik denk dat ik moet stoppen. Hoe dan ook, ik ben in ook bij de afronding, hier achter het einde. Even erin. Oké, ik doe even dit uit. Oké.